liggend wegdromen op klassieke muziek onder een dekentje en dat in de Stevenskerk. Tijdens Muziel wordt de kerk omgetoverd tot een serene plek. En door de unieke combinatie van muziek en mindfulness komen bezoekers helemaal tot rust. Ja, ik vond het echt fantastisch. Ja, het is, de muziek komt doordat je op deze manier ernaar luistert zo binnen, omdat je geen afleiding verder hebt. Echt prachtig. Ja. Het zou mooi zijn als je eerst even in een soort stemming komt waarin je ontspannen bent en even alle lijstjes en appjes die je de hele dag krijgt eventjes op pauze zet en eventjes niet aan denkt. En dan naar die muziek luisteren, dan komt die net extra binnen. We zijn allebei ook wel bezig met mindfulness en ook muziek. Dus ik dacht, ja, dit past al in ons straatje. Het idee om muziek en mindfulness te combineren is ontstaan na een bezoek aan een ander lichtconcert, zonder mindfulness. Wij zijn zelf een keer bij een soortgelijk concert geweest. En toen dachten wij dat het... met het stukje mindfulness dat van tevoren zou zijn, dat je eigenlijk nog meer in een totale ontspanning zou komen om echt compleet open te staan voor het concert wat daarna komt. Vooral zeg maar doordat je eerst echt bewust wordt van je lichaam en het gronden en door te gaan liggen en komt de muziek veel meer binnen. En ik heb eigenlijk het hele concert met mijn ogen dicht geluisterd en het is een hele andere ervaring als zittend in een zaal waarbij je naar de muzikanten kijkt. Maar de locatie spreekt ook wel echt voor zich als je hier gaat liggen en we hebben de lichteffecten en de kaarsjes en de muziek en de mindfulness. Maar de locatie op zich is natuurlijk eigenlijk ook al een beleving wat het extra versterkt allemaal. En de combinatie van muziek en mindfulness blijkt een succes. Echt iedere keer als wij het organiseren hebben we 2 edities op een dag en is het zo goed als uitverkocht steeds. En wat we wel steeds doen is ook iedere keer weer toch nog steeds bijstellen van wat we zien, wat we horen, wat we ervaren. En om het toch steeds meer op de behoeften van het publiek eigenlijk af te stemmen. Ik dacht eerst een uur mindfulness. Ik denk nou, dat is veel. Maar het is echt heel snel voorbij. En ook de muziek, je wil eigenlijk dat het langer duurt.